twee schriftlezingen. Handelingen 21, vers 30 tot en met 40. Dan wordt dus Paulus gearresteerd, kinderen. Hij is op het tempelplein in Jeruzalem aanwezig. En dan ontdekken de Joden hem daar en dan wordt hij gearresteerd, ook door de Romeinen, om te voorkomen dat hij vermoord wordt. En de tweede schriftlezing, handelingen 22 vanaf vers 22. Daartussenin staat een lange toespraak die Paulus heeft gehouden tot al die Joden die daar op dat tempelplein hebben gestaan. En dan gaan wij stilstaan bij de versen 22 tot en met 30, dat is de tekst voor de prediking. Maar dan hebben we even het verband. Handelingen 21 vanaf vers 30. Dan komt Gods woord als volgt tot ons. En de gehele stad kwam in roer, in oproer, in beweging. En het volk liep tezamen en ze grepen Paulus en trokken hem buiten de tempel. En terstond werden de deuren gesloten. En als ze hem zochten te doden, kwam het gerucht tot de overste van de bende dat geheel Jeruzalem in verwarring was. Welke terstond krijgsknechten, soldaten en hoofdmannen over 100 tot zich nam en liep af naar hen toe. Zij nu, de overste en de krijgsknechten ziende, hielden op van Paulus te slaan. Toen naderde de overste en greep hem en beval dat men hem met twee ketenen zou binden en vroeg wie hij was en wat hij gedaan had. En onder de scharen riep de een dit, de ander wat anders. Doch als hij de zekerheid niet kon weten vanwege de beroerte, beval hij dat men hem in de legerplaats zou brengen. En als hij aan de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij van de krijgsknechten gedragen werd vanwege het geweld van de scharen. Want de menigte van het volk volgde al roepende, weg met hem. En als Paulus nu in de legerplaats zou geleid worden, zei hij tot de overste, is het mij geoorloofd tot u wat te spreken. En hij zeide, kent gij Grieks? Zijt gij dan niet de Egyptenaar die voor deze dagen oproer verwekte en de 4000 moordenaars naar de woestijn uitleidde? Maar Paulus zei, ik ben een Joods man van Tarsen, een burger van geen onvermaarde stad in Cilicië. En ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. En als hij het toegelaten had, Paulus staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal zeggende. En dan komt dus de lange toespraak van Paulus. En dan gaan wij verder bij vers 22. Zij hoorden hem nu tot dit woord toe en zij verhieven hun stem zeggende, weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. En als zij riepen en de kleren van zich smeten en stof in de lucht wierpen, zo beval de overste dat men hem in de legerplaats zou brengen en zei dat men hem met geeselen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht, om wat oorzaak zij alzo over hem riepen. En alzo zij met hem met de riemen uitrekten, zei Paulus tot de hoofdman over 100, die daar stond, is het u geoorloofd een Romeins mens en die onveroordeeld te geeselen? Als nu de hoofdman over 100 dat hoorde, ging hij toe en boodschapte het de overste zeggende, zie wat gij te doen hebt, want deze mens is een Romein. En de overste kwam toe en zei tot hem, zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zei, ja. En de overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht voor een grote som geld verkregen. En Paulus zei, maar ik ben ook een burger geboren. Terstond dan lieten zij van hem af, die hem zouden onderzocht hebben. En de overste werd ook bevreesd, toen hij verstond dat hij een Romein was en dat hij hem had gebonden. En des andere daags willende de zekerheid weten waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hem los van de banden. En beval dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen. En Paulus, afgebracht hebbende, stelde hij hem voor hen. Tot zover onze schriftlezingen. Gemeente, kinderen, ik wil de preek iets anders beginnen dan gebruikelijk. Ik wil gewoon eens 4 bijbelteksten als eerste noemen, waarin iets gezegd wordt hoe wij moeten omgaan met vijanden.
eerste tekst, kinderen, is een uitspraak van de Heer Jezus uit de bergrede. Dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, vers 43. Het volgende. U hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken, doe wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Dus samengevat zegt de Heer Jezus, heb je vijanden lief. Nog een tekst uit Matthäus 5, ook van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, u hebt gehoord vanuit de wetten van Mozes, dat gezegd is oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet weerstaat, maar zo u iemand op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Dus kinderen, als iemand jou een mep geeft en op de rechterwang slaat, dan moet je zeggen, nou sla mij maar ook op de linkerwang. Dat zegt de Heer Jezus. Nu een tekst van Paulus, Romeinen 12. Hij zegt, als je vijand honger lijdt, dan moet je aan die vijand voedsel geven. Als die vijand dorst heeft, dan moet je die vijand te drinken geven. En zegt Paulus, je moet kolen vuur op zijn hoofd hopen. In eigen woorden, laat nou zien dat je je vijand lief hebt. Dat was de derde tekst en nu nog de vierde van Petrus. Hij zegt, kijk eens naar de Heer Jezus, christenen, die als hij gescholden werd niet terugging schelden. En die als hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Zo, zegt Petrus, zo moeten wij dus ons gedragen richting onze vijanden. We moeten ze lief hebben. We moeten niet terug gaan slaan. Je mag het beste voor hen zoeken. Dat laten die teksten ons zien. Ik weet, als je dat zo hoort, dan denk je, ja, dan moet je dus als christ eigenlijk alles over je heen laten gaan. Dat je het niet erg moet vinden als je in elkaar geslagen zou worden. Als daar een geesteling is, als daar een marteling is, of als daar een mishandeling is, dan moet je dat maar geduldig en vrijwillig ondergaan. Dat kan me zo, als je die vier teksten hoort, bij u naar boven komen. En er komt de vraag op, maar hoe is Paulus daar nu zelf mee omgegaan? Welk gedrag heeft Paulus laten zien richting zijn vijanden? Nou, hoe Paulus zich gedraagt, dat zien we heel mooi in het laatste gedeelte van Handelingen 22. Ik zei dat, dat is ook de tekst voor de prediking. Handelingen 22, vers 22 tot en met 30. Ik lees er nog vier versen uit dat gedeelte voor. Vers 22, 25, 28 en 30. Vers 22, zij hoorden hem, dat zijn de Joden, zij hoorden hem nu tot dit woord toe. En zij verrieven hun stem, zeggende, weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Vers 25, en alzo zij hem met de riemen uitrekten, zei Paulus tot de hoofdman over 100, die er stond, is het u geoorloofd een Romeins mens en die onveroordeeld te geeselen? Vers 28, en de overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht voor een grote som geld verkregen. En Paulus zei, maar ik ben ook een burger geboren. En vers 30, en de volgende dag, willende de zekerheid weten waarom hij door de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los van de banden en beval dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen. En Paulus afgebracht hebbende, stelde hij hem voor hen. Tot zover een paar kernteksten uit dit gedeelte. Thema wat van de preek, hè, mag Paulus opkomen voor zichzelf en een geesteling voorkomen. Dus mag Paulus, mogen wij opkomen voor onszelf, mag Paulus een geesteling voorkomen, mogen wij een mishandeling voorkomen. Drie gedachten, de Joodse vijandschap, vers 22 tot en met 24.
Het Romeinse burgerschap, vers 25 tot en met 28, daar doet Paulus dus heel bewust een beroep op zijn Romeins burgerschap. En tot slot de christelijke boodschap, vers 29 tot en met 30. Dus de Joodse vijandschap, het Romeinse burgerschap en tot slot de christelijke boodschap. Nou kinderen, daar staat Paulus, boven op de trappen die naar de kazerne, naar de burcht Antonia leiden. En onder hem, op dat tempelplein, daar staan duizenden Joden. Zojuist hebben die Joden geprobeerd om Paulus te vermoorden. Die gehate prediker van Christus wilden zij ombrengen. En kinderen, bijna was die moordaanslag gelukt. Maar de soldaten daar in de kazerne, die zagen dat er een opstand plaatsvond. Die zijn naar beneden gerend, de trappen af en hebben gauw kunnen voorkomen dat Paulus vermoord werd. En ze hebben hem gearresteerd met twee kettingen, we hebben het samen gelezen. En meteen besluit die officier dat deze gevaarlijke arrestant meegenomen moet worden naar de kazerne, naar die burcht. En dat gebeurt, maar voordat Paulus achter de tralies verdwijnt, krijgt hij van die Romeinse officier de gelegenheid om al die mensen toe te spreken. Hij wenkt met zijn hand, zo staat aan het einde van Handelingen 21. En hij gaat die mensen, de Joden, dus toespreken in de Hebreeuwse taal. En wat doet Paulus? Heel kort samengevat, hij blikt terug op zijn leven. Hij vertelt als eerst, ik ben echt een Joodse man. Ik ben in Tarse, in Cilicië geboren. Maar, zegt hij, ik ben hier in Jeruzalem opgevoed. Hier liggen mijn roots. Ik ben een Joods man. En, vertelt Paulus, ik heb echt gezeten aan de voeten van die rabbijn, beroemde man Gamaliel. En Paulus die vertelt ook heel eerlijk in zijn terugblik, ik heb die christenen, die volgelingen van Jezus gehaat. Ik ben zelf naar Damascus gereisd, vertelt hij eerlijk, een zwarte bladzijde uit zijn leven, om ook daar die christenen gevangen te nemen en te doden. Ademloos luisteren die duizenden mannen, die vrouwen, naar die toespraak van Paulus. En toen is de Heere mij verschenen op weg naar Damascus, vertelt Paulus. En toen kwam ik daaraan in Damascus en toen heb ik me laten dopen. Toen kreeg ik zelfs de verzekering van de afwassing van mijn zonde. En toen, na jaren later, ben ik teruggekeerd naar Jeruzalem. En hier, vers 21 van ons hoofdstuk, toen heb ik de Heere zelf weer gezien in de tempel. Heeft de Heere tegen mij gezegd, Paulus, je moet niet in Jeruzalem gaan preken, maar jij moet het evangelie brengen naar de heidenen. Dus niet naar de Joden gaan, Paulus. Ze zullen niet naar je luisteren. Jij moet het evangelie brengen tot de heidenen. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Nou, dat voelen de Joden, dat God hen passeert en dat het evangelie naar de heidenen gaat. Nou, kinderen, als ze dat horen, uit die mond van Paulus, ja, dan worden ze zo ontzaglijk boos. Vers 22, zij horen hem nu tot dit woord toe en zij verhieven hun stem, zeggende, weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Jongelui, je voelt het, de haat die in het hart van die Joden naar boven komt. Wat een vijandschap. Weg van de aarde met zulk een. Die man die daar boven aan de trappen staat, die mag niet langer verder leven. U voelt dat als een doodsbedreiging. Nou, je zou maar zo'n doodsbedreiging krijgen. De rillingen gaan over je rug, toch? En terwijl ze dat uitroepen, kinderen, dan smijten die Joden stof in de lucht en ondertussen gooien ze ook de kleding van het lichaam af. Waarom doen ze dat? Waarom gooien de Joden allemaal zand vanaf dat tempelplein de lucht in?
Nou, daarmee laten ze zien, gemeente, dat ze het liefst Paulus willen stenigen. Dat ze hem dood willen gooien met grote stenen, maar ja, die liggen er niet. Zo'n 15 jaar daarvoor is precies hetzelfde gebeurd. Toen hebben ook fanatieke Joden hun kleding, bovenkleding, uitgedaan. Toen hebben ze die kleding aan deze Paulus gegeven. Paulus, jij moet voor die kleding even zorgen. En dan kunnen wij, Stefanus, die godzalige diaken, goed doodgooien met stenen. Het liefst zouden ze dat nu ook weer met Paulus gaan doen. Hem stenigen. Weg van de aarde met zulk een. En ook heel minachtend gooien ze zo dat stof in de lucht. Kinderen, even een vraag aan jullie. Wie in het Oude Testament heeft dat ook gedaan? Wie ging vloekend en tierend ook allemaal stof in de lucht gooien? Beetje een moeilijke vraag. Dat was Simei. Simei was een nakomeling van koning Saul. En er was vijandschap van Saul richting David, zijn schoonzoon. En Simei heeft ook een grote hekel aan David. En toen David moest vluchten voor zijn eigen zoon Absalom, toen heeft die Simei heel bewust die koning David gevloekt en bespot. En toen heeft hij ook allemaal stof in de lucht gegooid. Als teken van minachting, als teken van haat. Nou, dat doen deze Joden precies hetzelfde. Die arrestant die daar staat, die minachten wij. Wij haten hem. Weg van de aarde met zulk een. Nou, die officier die ziet dat allemaal zo voor zijn ogen gebeuren. En hij voelt de spanning toenemen en de agressie. En hij grijpt opnieuw stevig in. Vers 24, zo beval de overste dat men hem, Paulus, in de legerplaats zou brengen. In de kazerne. En zei dat men hem met geestelen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht om welke oorzaak zij alzo over hem riepen. Het kan bijna niet anders dan dat deze Romeinse officier niets verstaan heeft van deze Hebreeuwse toespraak. Die Romeinse officier, dat blijkt verderop, die had de naam Lysias. Dat is een Griekse achtergrond. Dus hoogstwaarschijnlijk sprak deze officier Romeins, Grieks, maar geen Hebreeuws. Hij heeft dat vol verbazing immers gevraagd, toch ook aan Paulus, kent gij Grieks? Dus die man is verbaasd geweest dat Paulus die Joden in het Hebreeuws gaat toespreken. Maar ik vermoed dat hij van die toespraak van Paulus qua inhoud niets heeft kunnen volgen. Zo snel een tolk regelen, dat valt niet mee. Maar wat deze man wel ziet, dat is de reactie bij die Joodse toehoorders. Dus toch, zo zal hij gedacht hebben. Die man die hier staat, is toch waarschijnlijk die levensgevaarlijke terrorist, grote bandiet. Anders zouden de Joden niet zo woedend reageren. Deze arrestant die moet heel wat op zijn kerfstok hebben staan. En vandaar de woede van het Joodse volk. En zonder pardon, kinderen, zegt deze officier, deze arrestant die moet gegeeseld gaan worden. Hij merkt hoe diep de vijandschap zit bij die Joodse mensen. Gemeente, wat zit er nou achter die Joodse vijandschap? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Wat zit er achter die Joodse vijandschap richting Paulus? Kinderen, wat denken jullie? Hier zit vijandschap achter richting Jezus Christus. Deze Joden, die willen ten diepste niets weten van de zaligmaker.
Paulus schrijft dat heel eerlijk in Romeinen 10. Israël heeft het niet verstaan. Ze hebben het niet begrepen. Israël, deze Joden, die zijn blind voor de Messias. En daarom zegt de Heere tegen dit vijandige volk, Jesaja, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dus de Heere zegt, ik sta al jarenlang te wachten. Totdat het moment komt dat deze vijandige Joden gaan erkennen dat Jezus is de Christus. De hele dag, zegt de Heer, heb ik mijn handen uitgestrekt tot dit volk. Gemeente, zo is God. Kinderen, denk maar even aan die vader van de verloren zoon. En die stond heel de dag te wachten, wanneer komt mijn zoon nu terug, mijn verloren zoon. Dit volk, deze Joden zijn ongehoorzaam. En nu in verbinding, gemeente. Ongehoorzaamheid heeft alles te maken met ongeloof. Ongeloof is ongehoorzaamheid. Ik weet niet hoe u hier zit, maar als u niet gelooft dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, de zaligmaker van zondaren, dan bent u God ongehoorzaam. Gods gebod klinkt om in zijn Zoon te geloven. Maar als je niet je hele leven, je hele zondeschuld toevertrouwt aan Christus, dan ben je ongehoorzaam. Het staat zelfs in de Bijbel, jongelui, dat als je niet gelooft, dan maak je God uit voor een leugenaar. God geeft de getuigenis over zijn zoon. Dit is de zaligmaker. Als je dat getuigenis niet gelooft, dan maak je God uit voor een leugenaar. Hebt u Jezus Christus aangenomen? Hebt u Jezus Christus aanvaard? Deze Joden zijn een tegensprekend volk. In het Grieks anti-lego, anti, hè, dat zit daarin opgesloten. Dan ben je ergens op tegen. Dan voel je de weerstand in doorklinken. Misschien zit u hier ook vanmorgen wel met allemaal bezwaren, met tegenwerpingen. U kunt tientallen uitvluchten en jamaars bedenken. Om niet het getuigenis te geloven dat Jezus is de zaligmaker van deze wereld. Ja, maar ben ik wel uitverkoren? Of ja, maar heb ik wel genoeg zondekennis? Ja, maar ik ben nog eigenlijk veel te jong om nu al Christus te gaan volgen. Ja, maar hoe zal mijn familie gaan reageren? Ja, maar zou dat ook voor mij kunnen? Allemaal tegenwerpingen. Allemaal vormen van tegenspreken. Dat zit hier in dat Joodse hart en dat zit van nature ook in uw hart en in mijn hart. Nog niet zo lang geleden, toen mocht ik een appelwoord houden voor wat jonge lui. Toen heb ik iets verteld over de profeet Elia op die berg Karmel. U kent ongetwijfeld die geschiedenis. Duizenden Joden zijn daar ook samengekomen. En dan stelt Elia en al die duizenden mensen die ene vraag: wie is nu de ware God? Wie wil je naar dienen? Als de Heere God is, volg hem na. En zo Baal, dat is volg hem na. Dus Elia wil al die mensen brengen tot een keuze. Wie volgt u na? En als Elia zo die vraag heeft gesteld: wie wilt u nou dienen? De Heere of Baal? Dat staat er zo aangrijpend. Maar het volk antwoordde hem niet één woord.
Dan zegt Elia, jullie zijn zulke slappe mensen. Jullie blijven maar hinken op twee gedachten. Je kiest niet voor de Here en je kiest niet voor Baal. Wat een slappe houding. Zij antwoorden hem niet één woord. Men was bang dat het ook even voorkomt in de kerk. Dat zoveel mensen blijven hinken op twee gedachten. Altijd maar weer met die tegenwerpingen komen. Als de Heere u lokt en roept en nodigt om Christus te volgen. U zegt, ja maar, waarom? Waarom hinkt u nou nog steeds op twee gedachten? Misschien lijkt u spreekt op deze Joden. Die wel godsdienstig waren, maar ten diepste Jezus Christus niet erkende als een Heere en Heiland. Misschien dat de Heer Jezus helemaal geen rol heeft in uw leven. Ik kwam een heel mooi voorbeeld tegen, aangrijpend voorbeeld, dat iemand zegt dat voor heel wat mensen de Heer Jezus te vergelijken is met een koffieklant. Ik ben blij dat u vanmorgen in de kerk bent. Koffieklant, dat je zegt, nou vanmorgen ga ik eigenlijk als het ware een bakje koffie drinken met de Heer Jezus. Maar als de Heer Jezus na kerktijd weer vertrokken is, ja dan ga ik gewoon weer door met mijn eigen oude zondige leven. Er zijn ook mensen voor wie de Heer Jezus een logier is. Die een paar dagen of een paar weken in huis woont. Misschien is de Heer Jezus wel voor u, voor jou een soort logier. Dat je de Heer Jezus nodig hebt omdat je het nu moeilijk hebt in je leven. Dat de Heer Jezus een soort EHBO-post is, een pechhulp. Maar als de zorgen voorbij zijn, ja, dan staat Jezus weer op straat. Maar ondertussen wijs je toch de Heer Jezus af. Zoals deze Joden dat doen. De Heere verlangt naar een plaats in uw hart. De Heer Jezus zegt het, ik en mijn Vader, wij willen woning bij u maken. Wij willen door de Heilige Geest in uw hart wonen. Dus geen koffieklant, geen logier, nee, wij willen blijvend intrek nemen in uw hart. En daar hebben deze Joden juist zo'n hekel aan. Zij wijzen Jezus af. Dat is hun vijandschap. Tweede gedachte. Romeinse burgerschap. Nou, kinderen, daar gaat Paulus. Hij wordt naar de geestelpaal gebracht. En u begrijpt, dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Kinderen, dan wordt een slachtoffer, ik moet het eerlijk even noemen, die wordt dan met leren riemen vastgebonden aan een paal. En dan sta je een beetje krom ook met je rug. En dan staat het strak gespannen. En dan wordt die rug ontbloot. En dan komen daar de geeselslagen op neer. En aan zo'n geesel, daar zitten allemaal scherpe spijkers en harde botjes. Zodat zo'n rug helemaal opengeploegd wordt. Heel breed. Nou, Paulus weet, dat staat mij te wachten, vers 25. En alzo zij hem met de riemen uitrekten, zei Paulus tot de hoofdman over honden die er stond, is het u geoorloofd de Romeins mens en die onverhoord te geestelen. Dus Paulus die gaat vragen stellen. Mogen jullie zonder enige vorm van proces iemand wel geestelen? Mag een Romeins burger die nog niet veroordeeld is, de zweepslag krijgen? Dat is de vraag die Paulus hier stelt aan de hoofdman over honderd. Nou, die hoofdman die hoort die vraag en die gaat meteen naar de hoofdofficier toe. Vers 26, toen nu de hoofdman over honderd dat hoorde, ging hij toe en boodschap tot de overste, die Lysias, zeggende, zie wat gij te doen hebt, want deze mens is een Romein. Dus die hoofdman die beseft, als wij deze Romeinse man gaan geeselen, ja, dan worden de Romeinse regels overtreden.
En die hoofdman over 100, die weet, juridisch gezien, wettelijk gezien, is dat niet toegestaan. Misschien kende deze hoofdman nog wel de uitspraak van Cicero. Wie was Cicero? Een Romeinse redenaar, advocaat, een politicus, een filosoof. En in 43 voor Christus is deze Cicero vermoord. Hij heeft ooit gezegd, het is een vergrijp om een Romeinse burger vast te binden. Het is een misdaad om hem te geeselen. Het is een broedermoord om hem te doden. Dus het is een vergrijp als je iemand gaat vastbinden. Het is een misdaad als je Romein gaat geeselen. Het is een broedermoord als je hem gaat doden. Nou, dat wisten de Romeinen. Iemand mag niet als Romeinse man, als burger, niet zomaar veroordeeld worden. En dat is wat Paulus hier doet. Hij beroept zich dus op de juridische wetten. Is het toegestaan om een Romeins mens te geeselen? Nou, die Romeinse hoofdofficier die hoort ervan en die gaat meteen naar Paulus toe, vers 27. En de overste kwam toe en zei tot hem, zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zei, ja. En dan komt er een heel bijzonder gesprek eventjes op gang tussen Paulus en deze Lysias. Zo ging dat wel vaker, hè? Dan in een gesprek dan komt de een met een argument en de ander wil de ander overtroeven met nog sterkere argumenten. Dat gebeurt hier. Kijk maar hoe die overste reageert, vers 28. Die overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht voor een grote som geld verkregen. Paulus die reageert weer, maar ik ben ook een burger geboren. Uit historische bronnen blijkt inderdaad dat je het burgerrecht kon kopen. Kinderen, jongelui, als je dat Romeinse burgerrecht wilde kopen, dan moest je heel veel geld betalen. 1,5 jaar salaris. Dat moest je dan betalen. 1,5 jaar salaris. Nou, dat heeft deze Romeinse man dus blijkbaar gedaan, deze hoofdofficier. 1,5 jaar salaris betaald om dat Romeinse burgerrecht te kunnen verkrijgen. En dan krijg je dus ook allerlei voorrechten. Maar, zegt Paulus, ik ben als een burger geboren. Ik hoef niets te betalen. Ik heb het gekregen. Ik ben in die beroemde stad Tarse geboren in Cilicië. En zo heb ik het Romeinse burgerrecht verkregen. En iedereen weet, als je het zo hebt verkregen, als je er niet voor hebt betaald, dan moet je met nog meer respect behandeld worden. Nou, die overste die voelt aan, Paulus, dat is een bevoorrecht mens. Misschien zegt iemand, ja, maar hoe kun je dat controleren? Hoe kun je nou weten of iemand echt een Romeins burger is? Want iedereen kan in tijden van nood wel zeggen, ja, ik ben ook een Romeins burger. Dus dat moest je kunnen aantonen, gemeente. Moest je een officieel document bij je hebben. En kinderen, als je niet zo'n document had waarop stond dat je een Romeins burger was, ja, in dat geval, dan mocht zo'n leugenaar gedood worden. Dus als je je niet kan legitimeren als Romeins burger, of je had een valse verklaring uitgesproken, ja, dan kreeg je de doodstraf. Maar ik vind dat heel mooi, dat Paulus op het juiste moment dus gebruik maakt van dat Romeinse burgerrecht. Wanneer heeft hij het nog meer gedaan? Handelingen 16. Kinderen, toen is Paulus in de stad Filippi aangekomen. Dus in de gevangenis gegooid, die stokbewaarder. En dan achteraf, dan beroept Paulus zich ook op het Romeinse burgerrecht. Zonder enige vorm van proces, zegt Paulus, zijn wij in de gevangenis gegooid. Dat mocht niet. Hij zegt, ik wil dat de oversten, de leiders van de stad ons uitgeleide doen. Dus ook daar beroept Paulus zich op zijn Romeins burgerrecht.
Gemeente, wat kunnen wij daarvan leren? Van deze geschiedenis. Twee dingen. Allereerst dat wij als christen gebruik mogen maken van onze juridische rechten en plichten. Zoals die gelden hier in Nederland. Ik denk dat het geen enkel probleem is als een christelijke boer, als hij te maken krijgt met allemaal wetten en regels, vanuit de overheid naar de rechter stapt. En probeert om zijn gelijk te behalen. Misschien volgt u dat een beetje, maar er zijn heel veel boeren hebben die te maken gekregen met die pasmelders. Het lijkt mij niet meer dan billijk dat zulke mensen een beroep doen op de rechter. Misschien zijn er hier ook wel mensen die daar nu zakelijk mee te maken hebben gekregen. Dat er klanten zijn, u hebt voor hen gewerkt, maar ze weigeren de factuur te betalen. Of er is een ander juridisch probleem. Wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen als christen, ja, nou ja, ik laat maar over me heen lopen. Ik mag niet voor mezelf opkomen. Gemeente, u mag gerust een advocaat inschakelen. Dat laat dit voorbeeld zo duidelijk zien. Doe een beroep op uw rechten. U hoeft echt niet over u heen te laten lopen. Dat is wat Paulus hier laat zien. Maak gebruik van de juridische mogelijkheden. Dat is les 1. En de tweede les, ik denk dat de kerk van Christus veel meer zou moeten opkomen voor de standpunten waarvoor wij staan. Gemeente, zijn wij niet veel te veel ons aan terugtrekken? We ons eigenlijk schamen voor het evangelie. Paulus die zegt niet, ja, die hoofdman die denkt dat ik zo'n bandiet ben en zo'n terrorist. Nee, zegt hij, ik ben een Joods man. Hij komt op voor zijn zender. Hij komt op voor zichzelf. Misschien zijn hier ook wel jonge lui die studeren aan een hbo-opleiding of aan een universiteit. Jonge lui, kom op voor je christelijke standpunten. Kom er vooruit. Best is hè, om dat al te doen bij de introductiedagen. Zeg het, ik ben christen. Ik wil graag respect voor mijn opvatting. En wees vriendelijk richting andere studenten. Laat zien in je levenswandel waar je in gelooft. Laat zien dat je werkelijk een volgeling van Christus bent. Echt waar, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Laat zien waar u voor staat, ook op ethisch gebied. Het zou niet goed zijn, gemeente, als we ons helemaal terugtrekken in de wereld. We hebben mensen nodig, christenen, die staan voor hun standpunt. De Heer zegt, u bent het licht in deze wereld. Jij moet het zout zijn voor deze aarde. Wij moeten, waar mogelijk, die boodschap van Christus bekendmaken. Dat zien we ook in onze laatste gedachte, de christelijke boodschap, vers 29 en 30. Het is heel mooi, gemeente, om te zien dat Paulus niet tevergeefs een beroep heeft gedaan op zijn Romeins burgerrecht. Want wat staat er in vers 29? Terstond dan lieten zij van hem af die hem zouden onderzocht hebben. En de overste werd ook bevreesd toen hij verstond dat hij een Romein was en dat hij hem had gebonden. Dus kinderen, de riemen waarmee Paulus was vastgebonden aan die geestelpaal, die worden meteen losgemaakt. En die overste, die Lysias, die beseft, ik heb een grote vergissing begaan. Ik had deze arrestant niet mogen laten geestelen, de plannen daartoe mogen brengen. En er staat, hij wordt bevreesd, hij wordt bang. Kinderen, waarvoor zou die man, die officier, bang zijn geworden? En voor de gevolgen van zijn juridische misstap. Hij weet, ik moet hoor en wederhoor toepassen.
Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb die man zo als een gevangene meteen naar de geiselpaal laten brengen. Kinderen, als Paulus dat had gewild, dan had hij bij een hele hoge Romeinse functionaris deze officier kunnen aanklagen. Paulus had een aanklacht kunnen indienen tegen deze Romeinse officier. En als Paulus dan op zijn strepen was gaan staan, dan had deze Romeinse officier ongetwijfeld zijn functie kwijtgeraakt. Vandaar dat er staat, hij is bevreesd. En tegelijkertijd merk je, die overste voelt, er is iets aan de hand met deze arrestant. Wat is dit voor een man? Wat is dit voor een dienaar van Christus? En dan neemt hij het besluit om Paulus mee te gaan nemen naar het Joodse Sanhedrin. Hij zegt, ik wil deze zaak neerleggen bij de Joodse leden van die raad. Vers 30, en de volgende dag willende de zekerheid weten waarom hij door de Joden beschuldigd werd, maakte hem los van de banden en beval dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen en Paulus afgebracht hebben, en stelde hij hem voor hen. Dus je ziet dat deze Romeinse officier, die gaat dat fanatieke Joodse Sanhedrin inschakelen. Hij heeft zekerheid nodig. Hij wil weten, wat is hier aan de hand? Vanuit het Grieks blijkt dat hij nauwkeurig wil weten, meer zekerheid heeft hij nodig, welke beschuldiging door de Joden tegen Paulus wordt ingebracht. En daarom schakelt hij dus dat Sanhedrin in. Kinderen, even ter vergelijking voor onze tijd. Hè? Dat Sanhedrin, dat zou je mogen vergelijken met de leden van de Tweede Kamer. Met de 150 volksvertegenwoordigers. Je zou zeggen, je doet een beroep op de leden van de Staten-Generaal. Om nu te achterhalen wat er precies aan de hand is met deze gevangenen. Gemeente, ziet u hoe God bezig is met Paulus? Paulus die wordt door die Romeinse hoofdman gestuurd naar de leiders van het Joodse volk. Dus God gaat ervoor zorgen, wonderlijk, dat die boodschap van Christus nogmaals verkondigd wordt aan het Joodse Sanhedrin. God zegt tegen Paulus, dit is je roeping, verkondig mijn naam aan de heidenen, maar sla de Joden in die zin niet over, eerst de Jood en dan de Griek. De Heer heeft, toen hij Paulus heeft geroepen, gezegd, jij moet mijn naam verkondigen voor heidenen, koningen voor de leidinggevende, de regeerders en de kinderen van Israël. Ik vind het zo mooi om te zien dat Paulus dus een middel is in Gods hand om die schat van het evangelie te brengen waar God dat nodig vindt. Dus Paulus die gaat, omdat deze hoofdman dat besluit, gebracht worden bij de leden van het Joodse Sanhedrin. Eigenlijk zou je mogen zeggen, deze Romeinse hoofdman is eigenlijk een pionne op het schaakbord van God. God die gebruikt deze man als een kleine pion om Paulus uiteindelijk te brengen met zijn boodschap waar God dat wil. Nou gemeente, zo is de Heer nog steeds bezig. God schakelt evangelisten in, zendelingen, kerkgangers, u, predikanten, maar u wordt ingezet door God om die boodschap door te geven waar God dat wil. En kinderen, met Paulus is het zo gegaan. Hè? Hij komt bij dat Joodse Sanhedrin. En uiteindelijk, door allerlei verwikkelingen heen, komt Paulus uiteindelijk helemaal in Rome aan. Paulus was een kleine persoon om te zien.
En hij staat er als een kleine man straks voor die grote, machtige keizer in Rome. Dus God zorgt ervoor dat deze prediker van Christus uiteindelijk in de hoofdstad van het Romeinse Rijk terechtkomt. God laat alle dingen medewerken ten goede. Dus ook dat Romeinse burgerrecht, dat moet meewerken ten goede. En dan gaat dat evangelie via de leiders van Jeruzalem heel de wereld in. Dat is wat hier gebeurt. Jongelui, ook een voorbeeld voor jullie vanuit onze tijd. Ik moest zelf denken aan de Duitse predikant Olaf Latzel. Zo'n 4 jaar geleden, toen werd deze Duitse predikant aangeklaagd vanwege het aanzetten tot haat. Misschien heb je wel dat gevolgd, hè. In een interne besloten kerkelijke bijeenkomst sprak hij in felle woorden zijn afkeuring uit over de praktijk van homoseksualiteit. En hij zag de grote bedreiging van de genderideologie. Nou, zijn lezing kwam op internet terecht. En dat zorgde voor heel veel onlust in Duitsland. En toen hebben de voorstanders van de homobeweging deze Duitse predikant naar de rechter gesleept. De rechter die sprak hem vrij, maar ze gingen weer in beroep. En de volgende rechter heeft hem weer veroordeeld. En elke keer, heel wonderlijk, werd die Duitse predikant Latzel voor het oog van de televisie ondervraagd. En hij moest vertellen, wat zegt de Bijbel over deze thema's. Wonderlijk, hè, dat als het ware heel de wereld te horen krijgt. Wat zegt Gods woord? Had hij van tevoren ook niet bedacht, maar God heeft het zo geleid. En precies hetzelfde is ook gebeurd met de Finse politicus, mevrouw Päivi Räsänen. Dappere getuigen van de christelijke boodschap. Ook zij moest voor de rechter verschijnen en dan staat ze daar voor de rechter en ook de camera's op haar gericht en ze leest voor uit de Bijbel. Zij getuigt, kunt u erg bewondering voor hebben, getuigt van Jezus Christus. Gemeente, dat is wat de Heere van u, van jou vraagt op de plaats waar wij gesteld zijn. Gij zult mijn getuigen zijn, zegt de Heer Jezus. In Judea, in Jeruzalem, in Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. Het zou niet goed zijn als die boodschap van morgen hier blijft hangen in dit kerkgebouw. Je moet die boodschap meenemen. Naar mensen toe, uitdragen, verkondigen. De boodschap van Christus moet klinken inderdaad in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En gelukkig zijn de christelijke politici dat doen. Morgen mag u de naam van Christus verkondigen als je zit daar in de kantine van het bouwbedrijf. De naam van Christus mag uitgedragen worden door politieagenten en soldaten. Ga dan heen, zegt de Heere vanmorgen tegen u, gemeenteleden van Ede. Predik dit evangelie en alle schepselen. Gemeente, dat is onze roeping. Geëindigen. Weet u nog, aan het begin van de preek heb ik die 4 teksten genoemd. Dat we onze vijanden moeten liefhebben. Dat we de andere wang moeten toekeren als we geslagen worden. Moet dat altijd? Nou, met deze geschiedenis laat ons zien heel duidelijk dat we dat niet zo moeten interpreteren dat je altijd maar over je heen moet laten lopen. Laat u geen minderwaardigheidscomplex aanpraten als christen. Een christen is niet iemand die met een groot minderwaardigheidsgevoel zijn plaats in deze wereld moet innemen. Ja, maar zegt iemand, maar je moet jezelf toch verloochenen? Je moet toch nederig zijn en je moet toch de minste willen zijn. Gemeente, zelfverloochening, dat staat tegenover hoogmoed. Dus zelfverloochening staat tegenover hoogmoed. En God kan niets kwijt aan een hoogmoedig hart. Als je trots en eigenwijs bent en denkt, ja, ik bepaal hoe mijn leven eruit ziet, daar gaat God niet over. Nee, dan kan God niets aan u kwijt.
Als je denkt, ja, ik ga de dingen naar mijn hand zetten. Nee, God wil dat wij een ootmoedig hart hebben, maar dat betekent niet dat je over je heen moet laten lopen. En een christen, dat is zo mooi, die mag het weten. Mijn leven wordt geleid door mijn hemelse Vader. Mijn leven wordt geleid door mijn hemelse Vader. U mag het vanmorgen werkelijk zeggen, als u de Heer Jezus Christus kent, misschien wel hardop, ik ben zijn geliefd kind. Ik ben geen minderwaardig mens in de ogen van God. Hij leidt mijn leven. Wij mogen opkomen voor onszelf met dit doel, om de boodschap van Christus te verkondigen. Wees trouw op de plaats waar de Heere u gesteld heeft en dien daar de Heere Jezus met een oprecht en Godvrezend hart. Amen. We gaan daarvan zingen uit de Morgenzang, vers 3, 6 en 7. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Vers 6, schenk uw zegen bij uw woord, het rijk van de Satan worden verstoord. En vers 7, troost alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Morgenzang, vers 3, 6 en 7.